Goedemiddag bij het webinar van Van Doorne over het uitwerking van het pensioenakkoord. Welkom. Webinar druk bezocht. We staan hier een jaar nadat het principeakkoord op hoofdlijnen is gepresenteerd. En dan ligt daar nu een technische uitwerking. En wij vinden het een goed idee en leuk om met jullie daar meer inhoudelijk doorheen te gaan. Er zijn destijds in 2019 een aantal principebeslissingen genomen. Het pensioenstelsel moet wijzigen, want de economie ziet er anders uit dan destijds. De arbeidsmarkt ziet er anders uit dan destijds. En daar loodsen we jullie doorheen. En wie zijn we dan? Dat is Jorne Bruin. Goedemiddag. En dat ben ik, Simon Kuiper, beide advocaat hier bij Van Doorne in het pensioenteam. En dat is wat wij gaan doen straks. Even kijken, misschien als eerste wat u gewoon op uw scherm ziet. U zit in een webinaromgeving waar u straks ook vragen kan stellen. Dat is door middel van een chatfunctie. Die vragen die komen bij ons hier binnen op het scherm dat wij hier beneden hebben staan. We hebben ook al een aantal vragen binnengekregen op voorhand. Nou, daar lopen wij tijdens de presentatie ook doorheen. Ons idee zou zijn dat wij die vragen hier verzamelen en dat we straks aan het einde van het webinar, het laatste kwartier, dat we daar dan even doorheen lopen en dat we op die manier zoveel mogelijk ingaan op de vragen die u stelt of de zaken die u ons voor wil houden. Dus dat is denk ik hoe dit webinar gaat werken. U kunt dit nu kijken. Ik begrijp ook dat u dit op een later moment eventueel nog terug zou kunnen kijken als er bijzondere onderdelen zijn u nog eens een keer zou willen bezien. Wat staat er dan op het programma? Het zijn 6 agendapunten. Namelijk eerst maar eens even kijken waar we staan vandaag. Dus er zijn een aantal punten gepresenteerd al een jaar geleden. Wat is daar nou van uitgewerkt, wat niet? Dan 2 contracten. Daar moet een keuze misschien al tussen gemaakt worden. Daar gaan we wat meer over zeggen. En ook over wie, wanneer, welke beslissingen neemt. Het derde punt. Het grote hete hangijzer is... Je zou het kunnen noemen de switch, het invaren, de wissel. Kortom, hoe maken we de transitie van wat we nu hebben naar wat er straks komt. De verplichtstelling, die blijft. Hoe kan dat nou eigenlijk? Jorn zal daar iets over willen zeggen. En daarna nog iets over het tijdpad van hoe ver. Dus dat is hoe dit eruit ziet. En Jorn, aan jou de start voor waar we nu staan na deze periode waar eerst een hoofdlijnenakkoord is geweest. Ja, dankjewel Sibrem. Wij kiezen voor een duo-presentatie, dus we zullen af en toe een beetje heen en weer lopen door het beeld. Mochten er dingen zijn, die kunt u op de chat dus aangeven, maar vragen bij voorkeur aan het eind. En daar hebben we 15 minuten voor gereserveerd, dus daar zouden we ook de nodige tijd voor moeten hebben. Waar staan we? We hebben natuurlijk het CER-advies van 2015, van vorig jaar 2019, en naar een nieuw pensioenstelsel en de kabinetsbrief van toen. En in dat CER-advies, daar waren 11 verschillende thema's. En die 11 verschillende thema's, die ziet u op het scherm staan. Die ga ik ook niet allemaal oplezen. Maar slechts een aantal van die thema's komen terug in de hoofdlijnennotitie zoals die nu gepresenteerd is. Wat brengt ons dat? U ziet de donkergroene AOW-leeftijd. Daar weten we al een stuk van hoe dat ongeveer eruit gaat zien. Onbekender op dit moment is de standaardisering van het nabestaande pensioen en de keuzevrijheid. En de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP'ers en de zware beroepenregeling. Die zitten nog in de achterzak bij Koolmees. Maar vandaag gaan we het met name hebben dus over die onderwerpen die daaronder staan. En die ga ik niet allemaal voorlezen. Is het akkoord definitief? Nee, het is ook nog geen akkoord. In zoverre dat de FNV nog moet stemmen. Daar waren kennelijk vorige keer wat problemen met de wifi-verbinding in het hotel in Breukelen. En laten we hopen dat er in ieder geval op 4 juli door de FNV wel gestemd kan worden. En dat daarmee in ieder geval dat we in ieder geval een stap kunnen zetten. Ja, 2 contracten. Waar wij ons op focussen is de juridica, want er valt heel veel te zeggen over die 2 verschillende contracten. Hoe gaan we ze uitleggen, communicatief en actuarieel, hoe pakt dit nu uit? Maar wij pakken juridica.
En wat waren nou ook alweer de randvoorwaarden die aanvankelijk zijn gesteld voor het ontwerpen van deze twee contracten? Het moest nog steeds zijn een levenslang ouderdomspensioen, mocht geen verzobering inhouden, de premie moest stabiel blijven. Er moest iets van een evenwichtige overstap zijn voor alle belanghebbenden en betrokkenen. Van het huidige stelsel naar het stelsel straks. Transitienadelen die moeten gecompenseerd worden. Bestaande aanspraken en rechten moeten zoveel mogelijk naar dat nieuwe contract gaan. Beleggingsrendementen moesten goed behaald kunnen worden of moeten goed behaald kunnen worden en het moet uitvoerbaar en financierbaar zijn. Nou, dat waren de contouren en waar leidt dat dan toe? Ik tot twee opties. Wat genoemd wordt het nieuwe pensioencontract en wat genoemd wordt de toegang tot de verbeterde premieregeling voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Dus eigenlijk iets nieuws en iets ouds, want die verbeterde premieregeling die hebben we al. En misschien ook nog wel op een ander vlak gewoon iets nieuws en iets ouds, want het is en blijft een premieregeling, maar er valt dus ook iets weg, want ja, de uitkeringsovereenkomsten zoals we die kennen, die komen in ieder geval niet meer op deze manier terug. En datzelfde geldt voor de kapitaalovereenkomsten. Dat zijn dan de twee smaken. Nou, en dan zou je misschien nog de vraag kunnen stellen van hoe kan het dan dat we uiteindelijk twee contracten hebben en misschien niet één contract? Een reden die daarvoor gegeven wordt in het de hoofdlijnennotitie is dat er rekening gehouden wordt met werkgevers of sectoren waar er onvoldoende continuïteit zou zijn voor dat nieuwe contract. Dus dat is de reden om toch iets van deze twee smaken aan te bieden. In ieder geval, dat zou de reden zijn volgens de hoofdlijnennotitie. Ja, hoe ziet dat nieuwe contract er dan uit? We hebben daar schuin onder gezet. Geen aanspraken, geen verplichtingen. Nou, voor een jurist kan dat natuurlijk niet waar zijn. Wat we hier op deze sheet weergeven is eigenlijk een pensioenfonds, hè, dus de uitvoerder. En die uitvoerder, daar zie je van hoe wat de inkomsten zijn uit het nieuwe contract. Dat zijn rendementen en dat zijn premies. En je ziet uiteindelijk waar dat toe leidt. Namelijk in het contract persoonlijk geadministreerde pensioenvermogens, waarbij per leeftijdsgroep wordt beoordeeld hoe bepaalde plussen en minnen, risico's worden toegedeeld. En er gaat een uitkering uit. Op basis van een projectierendement. En wat hier interessant is aan het nieuwe contract is dat daarbij komt een zogenaamde solidariteitsreserve. En dat is een reserve die dus geen onderdeel uitmaakt van de vermogens die zijn toegedeeld aan, die individueel geadministreerd zijn, maar die ten goede zouden kunnen komen aan het collectief. En dat is wel interessant om daar nog iets verder naar te kijken van hoe die solidariteitsreserve nou wordt uitgewerkt. Daarvoor komt een wettelijke regeling. En die wettelijke regeling wordt eigenlijk iets wat meer gezegd over wat nou de vulregels moeten zijn, wat de uitdeelregels moeten zijn, wat de gewenste omvang is. We weten al dat is maximaal 15% van het pensioenvermogen. En hoe er een significante bijdrage kan worden geleverd aan risicodeling en solidariteit. Wat ook nog wel interessant is dat bij de start, gaandeweg de rit, kan het gevuld worden uit premies en rendementen. Maar bij de start moet dit gevuld worden uit bestaand vermogen. Ja, dan zou je nog even de vraag kunnen stellen van hoe pakt dat dan bijvoorbeeld uit bij een algemeen pensioenfonds? Nou, daarvan maak je dus eigenlijk in ieder van de solidariteitskringen die daar al zijn, deze constructie in theorie. Waardoor dat huis er dan eigenlijk gewoon met verschillende pilaren zo uit gaat zien dat ieder van die pilaren zo'n eigen plaatje heeft, zoals we dat net in beeld brachten. Dat voor wat de solidariteitsreserve betreft. Dan is er nog de verbeterde premieregeling. Nou, dat is in feite ook al voor een belangrijk deel de verbeterde premieregeling zoals we die nu kennen. Maar omdat de doorsneepremie wordt afgeschaft en ook de daarbij behorende opbouw, wordt deze verbeterde premieregeling ook toegankelijk voor verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen. Het is nog wel een keuze of er de mogelijkheid is voor een collectieve verbeterde premieregeling of een individuele. De keuze wordt gemaakt op het niveau van sociale partners, maar verder verschilt er niet zoveel aan wat we nu kennen. En als we dat dan naast elkaar zetten, dan leidt dat tot deze vergelijking.
En we hebben in die vergelijking schuin gedrukt waar wat ons betreft de kenmerkende verschillen zitten. En die verschillen die licht ik uit. Wat er verschillend is, is met name op het punt van het beleggingsbeleid. Dat is bij het nieuwe contract collectief. En bij de verbeterde premieregeling is dat wat meer individueel. Dus er wordt dan meer op individueel niveau rekening gehouden met bepaalde voorkeuren. Terwijl bij dat nieuwe contract die beleggingsvoorkeuren uiteindelijk onderdeel zijn van de gemene deler. Een tweede verschil is dus ook dat er niet op individueel die keuzes in beleggingskeuzes gemaakt kunnen worden of keuzes voor een bepaald beleggingsprofiel gemaakt kunnen worden in dat nieuwe contract. Wat een ander belangrijk verschil is dat er een verschil zit tussen de opbouw en de uitkeringsfase bij deze verschillende regelingen. Bij de nieuwe pensioencontract is dat een geïntegreerde opbouw en uitkeringsfase. Bij de verbeterde premieregeling is dat niet. En waar uitzicht dat dan in? Bijvoorbeeld in beperkingen als het shoprecht, die je dus die keuze niet kan maken bij het nieuwe contract. Maar bij de verbeterde premieregeling zou je dus voor de uitkeringsfase naar een andere partij kunnen gaan. Nou, bij het nieuwe contract kan dat dus niet. En ook nog een belangrijk verschil is dat nieuwe contract niet iets biedt als een vaste uitkering. Terwijl je die keuze misschien nog wel zou kunnen maken als dat aangeboden wordt bij een verbeterde premieregeling. Dus dat zijn wel belangrijke verschillen, zo overzichtelijk weergegeven, tussen deze twee systematieken. En dan is natuurlijk de vraag, wie maakt de keuze en wanneer doet hij dat? Jor. Ja, en dan kijken we even naar de situatie, want hoe moet het er nou straks uitzien? Wie gaat waarover? En dan heb ik het niet alleen over specifiek het invaartraject, maar dan heb ik het gewoon breder. Dus straks, als we nou een soort going concern situatie zitten, wie beslist dan waarover? En dan ziet u op de sheet voor u twee verschillende onderhandelingstafels. Enerzijds de onderhandelingstafel van de sociale partners. Anderzijds de onderhandelingstafel uitvoering. En op die onderhandelingstafels, daar zitten, aan die onderhandelingstafels zitten vanzelfsprekend verschillende partijen. Als we eerst kijken naar de sociale partners, dan zien we dat de sociale partners weer behoorlijk in stelling worden gebracht, in ieder geval. Zij krijgen een hoop keuzes te maken de aankomende periode. En dat maakt ook dus dat er waarschijnlijk behoorlijk wat kennis aanwezig dient te zijn bij de werknemersverenigingen en de werkgevers of de werkgeversverenigingen. Nou, waar gaan zij over? Allereerst gaan zij maken de keus voor het pensioencontract. Nou, die keuze is straks vrij overzichtelijk. Want als we het hebben over nieuwe opbouw, dan kan er gekozen worden uit ofwel het nieuwe contract, ofwel die verbeterde premieregeling. Er moet bij actieve opbouw overgestapt worden. Dan zijn sociale partners gewend, of veelal gewend, om te spreken over de omvang. Hè, over vastomlijnde pensioenaanspraken, zoals we die kennen in uitkeringsregelingen. Nou, dat gaat verdwijnen, want de toezegging, dat wordt de premie. Dus de premie, dat is de arbeidsvoorwaarde. Maar dat neemt niet weg dat in dat overleg, zo suggereert de wetgever alvast, dat in dat overleg ook wel gesproken wordt over de doelstelling. Met andere woorden, wat kan er naar verwachting aangekocht worden met die premie? Dat die premie uiteindelijk alleen maar de arbeidsvoorwaarde is, dat is prettig, denk ik, voor werkgevers. Want dat beperkt uiteindelijk dus ook de aansprakelijkheidsrisico voor een werkgever. Die wordt aansprakelijk voor in ieder geval het betalen van de premie. En op het moment dat met die premie niet de beoogde aanspraak kan worden ingekocht, dan is denk ik de verwachting dat die werkgever daar niet voor hoeft bij te storten. In ieder geval niet voor het verleden. Maar wat dan wel kan gebeuren is dat werknemersverenigingen aan de bel trekken en zeggen, hey, die premie is nu niet voldoende. Dus we moeten meer premie inleggen, zodat uiteindelijk die pensioendoelstelling, dat overeengekomen resultaat, toch gehaald kan worden. Met andere woorden, dat pensioenresultaat waar we het altijd over hadden bij uitkeringsregelingen, dat ligt nu straks niet meer op de onderhandelingstafel bij het pensioenfonds of iets dergelijks, maar dat verschuift een beetje naar de onderhandelingstafel van de sociale partners. Het is aan hen om de daarbij behorende premie erop te passen. En vervolgens eventueel ook afspraken te maken over hoe vaker wordt getoetst
of je met die premie die pensioendoelstelling kan vervullen. Nou, dan even iets over de rekenrente. Want ja, die rekenrente hebben we proberen zoveel mogelijk afscheid te nemen van de rentetermijnstructuur van de Nederlandse Bank. Maar daarvoor in de plaats komt wel een andere rekenrente. Want we moeten straks bijvoorbeeld aan die sociale partners onderhandelingstafel wel kunnen vaststellen of die premie voldoende is om pensioendoelstelling in te kopen. En dat doen we aan de hand van de universele rekenmethode, zoals die nu ook al gebruikt wordt bij pensioencommunicatie. En dan hebben we het over het projectierendement. Dus dat projectierendement, dat wordt heel belangrijk. En het fijne is wel dat projectierendement, dat ligt hoger dan die rentetermijnstructuur die de Nederlandse Bank altijd publiceerde, omdat die projectie, dat projectierendement niet uitgaat van gegarandeerde aanspraken. Nou, waar gaan sociale partners nog meer over straks? Zij gaan ook over hoe financiële mee- en tegenvallers verdeeld moeten worden. En ook over de toedeling van financiële mee- en tegenvallers over de verschillende leeftijdsgroepen. En die toedeling die moet op voorhand voor een langere periode vastgelegd worden in een document. Dat betekent dus dat er per leeftijdsgroep gedacht moet worden, wat is de risicokracht of de risk appetite van die specifieke groep. En dat moet vervolgens dus ook worden vastgelegd. Ik las vanmorgen in de Pensioenpro dat de laatste grote herverdeling het invaren straks is. Want de grote hamvraag daarbij is, aan de hand van welke rente gaan we dan straks invaren? Doen we dat nu nog aan de hand van die wat meer rigide rentetermijnstructuur? Of gaan we daar straks op invaren op het projectierendement? Nou, daar gaat Sybrand straks nog allerlei dingen over zeggen. Maar ik wil maar flaggen. Misschien is dat de laatste grote herverdeling. Maar er zitten dus nog veel meer herverdelingen aan te komen. En die herverdelingen die zijn ook bewust beoogd. Want die hele solidariteitsreserve is in feite een herverdeling. Dus het is niet zo dat we straks uitherverdeeld zijn. Wat gaan we dan nog meer doen? Stel nou dat sociale partners uiteindelijk zo'n akkoord hebben bereikt. Dat akkoord wordt dus best ingewikkeld. En ik kan mij maar zo voorstellen dat bij die onderhandelingstafel sociale partners, dat de pensioenuitvoerder al aan tafel zit om daar in ieder geval enige feedback over de uitvoerbaarheid te geven. Dat is nu ook al zo in de praktijk. Maar ik denk dat je in de toekomst er bijna niet meer aan ontkomt om ook die pensioenuitvoerder daarbij actief te betrekken. Dan vervolgens die onderhandelingstafel over de uitvoering. Want als pensioenfonds zal je zelf je afweging moeten blijven maken of jij wat overeengekomen is door sociale partners wel wil uitvoeren. Is dat evenwichtig of niet? Daarnaast zal je een vaststelling van een projectiemethode voor de uitkeringsfase moeten vaststellen. En dat betekent dat je bij de uitkeringsfase wordt er een stukje van het persoonlijk vermogen onttrokken. Dat kan je tegen een prudent projectierendement doen. Dus iets hoger dan strikt noodzakelijk, zodat er een bepaalde zekerheid in zit. Dat heeft tot gevolg dat als dan vervolgens het projectierendement iets zou afnemen, dat je gewoon kan door blijven gaan met het prudente projectierendement. Dus je hoeft niet direct die uitkering bij te stellen. Maar goed, daar zit ruimte waar het bestuur van het pensioenfonds uiteindelijk iets van moet gaan vinden. Dan zijn er ook nog afspraken over de afdekking van het renterisico. Want met name voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor de al wat ouderen in de deelnemerspopulatie, is de idee dat dat renterisico steeds vaker wordt afgedekt. En het idee is dat sociale partners en pensioenuitvoerder daarvoor duidelijke afspraken maken. En daarbij wordt genoemd als mogelijkheid dat het gedeelte van het rendement, het zogenaamde beschermingsrendement, dat gebruikt wordt om het renterisico voor de uitkeringsgerechtigden of de bijna uitkeringsgerechtigden af te dekken. En dan tot slot nog die afspraken over die vul- en uitdeelregels van die solidariteitsreserve en de gewenste omvang daarvan. Ook die moeten uiteindelijk zijn beslag krijgen. Dus we krijgen tussen sociale partners en pensioenfondsen moet daar een vast liggen. Of zeg, ik zeg pensioenfondsen, maar ik bedoel pensioenuitvoerders, zou daar een separate vastlegging moeten komen. Die is er nu soms al. Het zogenaamde bedrijfstak uitvoeringsovereenkomst. Maar ik sluit niet uit dat we die misschien nog wel vaker gaan tegenkomen. Wat
In ieder geval denk ik een conclusie is als je dit hoort, is dat het misschien allemaal wel vrij technisch klinkt op dit moment. En dat komt omdat geldstromen meer geëxpliciteerd worden. Dat vergt ook meer inzicht van alle betrokkenen. Aan de pensioenuitvoerderszijde, daar zitten vaak mensen met nodig inzage of inzicht in dat soort geldstromen en hoe dat werkt. Maar wellicht is die kennis bij sociale partners nog iets minder aanwezig. Dus aan de ene kant, sociale partners hebben een heel duidelijke rol gekregen hierin. Die hebben ze natuurlijk altijd al, maar die is nu wel extra geaccentueerd. Maar het betekent ook wel dat zij denk ik daar ook nog wel stappen in moeten zetten. Als we het dan specifiek hebben over de transitie. Dus dan beweeg ik even weg van de going concern situatie en dan specifiek over hoe gaan we nou straks transitie in. Dan begin ik even die transitieperiode die duurt van 2022 tot 2026. En in beginsel is het aan de pensioenuitvoerder om zelf een moment te kiezen voor die overstap. Daar zullen ongetwijfeld nog allerhande nadere voorwaarden bij komen, maar dit is voor nu het grote plan. En in die transitieperiode moeten er in ieder geval een transitieplan en een implementatieplan worden opgesteld. Daarnaast faciliteert ook de wetgever. En de wetgever faciliteert met het standaard transitiepad. En dat standaard transitiepad, dat is vrij breed. Dat behelst een hoop. Dat voorziet in een standaard waarderingsmethode. Maar het biedt ook de mogelijkheid voor een andere waarderingsmethode. Daar komt Siberen zo nog op terug. Maar het bevat bijvoorbeeld ook een toelichting en een juridisch sluitende onderbouwing hoe je dat standaardpad in ieder geval zou mogen aflopen. Daarnaast gaat die wetgever standaard een maximaal projectierendement voorschrijven en ook parameters voorschrijven. Het lijkt erop dat daar ook enige ruimte in wordt geboden. Ik zei net al maximaal projectierendement. Het lijkt erop alsof je door prudentie in te bouwen daar iets onder kan zitten als je dat zou willen. Voorts wordt in dat standaard transitiepad ook bepaald welke informatie een pensioenuitvoerder moet gaan verstrekken in het kader van die transitie. En wordt ook bepaald welk bezwaarrecht specifiek geldt in het kader van die transitie. En dat alles dat culmineert dan in een document, een handleiding die de regering zal opstellen over de te maken keuzes. Naar ik aannem zowel door sociale partners als door het pensioenfonds. Wat zit er nog meer in dat wettelijk transitiekader? Het wegnemen van invaarbelemmeringen, de adequate compensatie en de transitiecommissie. En zeker op die laatste twee, daar zal Siberen zo nader bij stilstaan. Ik ga met u door naar het transitieplan. Want het transitieplan, dat is het verslagleggingsdocument aan werkgeverszijde. Die werkgever die is verplicht dat transitieplan op te stellen. En ik zeg werkgever, maar bij bedrijfstak pensioenfondsen gaat dat om de sociale partners. De gedachte hierbij is dat je in dat transitieplan kan teruglezen hoe die evenwichtige overstap verantwoord kan worden. En dat is natuurlijk ook relevant straks voor de opdrachtaanvaarding van het fondsbestuur. Als het fondsbestuur wil weten waarom dit evenwichtig is, dan kan het fondsbestuur dus ook dat deels, als het goed is, teruglezen in dat transitieplan. Nou, wat staat er dan in ieder geval in? Nou, het gekozen pensioencontract, dat spreekt voor zich. Hoe ga je om met de bestaande aanspraken? Daarbij is invaren het uitgangspunt, maar dat hoeft niet. Dus stel je bent een gesloten fonds, dan lijkt het mogelijk op dit moment om gewoon door te gaan op de ingeslagen weg. Daarnaast in het transitieplan de effecten per leeftijdscohort moeten worden duidelijk worden gemaakt. En die moeten worden duidelijk gemaakt op basis van voorgeschreven maatstaven. Dus ook daar gaat de overheid zich mee bemoeien hoe je dat moet rapporteren. Dan moeten er afspraken zijn over adequate nadeelscompensatie, als er natuurlijk sprake is van nadeel, en de wijze van de inzet van de financieringsbronnen. En die financieringsbronnen, dat zijn die financieringsbronnen die komen nog uit het CER-advies van vorig jaar. Dan hebben we het over de premievrijval, langere beleggingshorizon, de premievrijval als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd. Die vond overigens plaats per 1 januari 2017, dus daarvan zou je je kunnen afvragen of die premievrijval niet al lang vergeven is. De premievrijval die plaatsvindt bij de overstap naar het nieuwe contract. De financiering van het fondsvermogen, dus eventuele buffers. En eventuele aanvullende of decentrale middelen.
En de hamvraag is natuurlijk, ja, wat gaat daar nou uiteindelijk straks van terechtkomen? Dat is het transitieplan. En ga ik door naar het implementatieplan. Want dat implementatieplan, dat is het verslaggevingsdocument van de pensioenuitvoerder. Dus waar de sociale partners of de werkgever alleen dat transitieplan moeten opstellen, gaat de pensioenuitvoerder, die gaat het implementatieplan opstellen. Nou, en dat is misschien al wel iets minder spannend, omdat een gedeelte van die keuzes gemaakt zijn door de sociale partners. Maar in dat implementatieplan zal de pensioenuitvoerder wel duidelijk moeten maken waarom het evenwichtig is dat de pensioenuitvoerder de uitvoering van de pensioenregeling continueert. En waarom op deze wijze. En dan hebben we het over de technische uitvoerbaarheid, de kosten, maar ook de risico's in de uitvoering van de regeling. En dan de hamvraag, waarom is het evenwichtig en waarom is het in lijn met gelijke behandelingswetgeving? Daar komen we straks nog even kort op terug. Nou, die wetgever die stelt kaders om op aansprakelijkheidsrisico's van de pensioenuitvoerder zoveel mogelijk uit te sluiten. En dat is letterlijk wat er staat in die notitie. Het uitsluiten van aansprakelijkheidsrisico's bij pensioenuitvoerders. Dus ik verwacht van de wetgever dat er een vrij dikke brochure straks komt hoe de jurisprudentie in elkaar steekt op de punten waar dat relevant is. En dat tot slot in dat implementatieplan, daar moet ook een communicatieplan in zitten. En dat betekent dat er persoonlijk inzicht moet worden geboden. En persoonlijk inzicht betekent dat iedere deelnemer een voor- en een na-situatie moet kunnen krijgen. Dan nog heel even specifiek de situatie van verzekeraars. Want verzekeraars zitten een beetje in een lastig pakket. Wat zij gaan doen is, zij moeten een gestandardiseerd voorstel voor aanpassing van de pensioenregeling doen. En daarbij ook eventueel betrekken of er compensatie nodig is. Daarnaast moet die verzekeraar wijzen op het nieuwe contract. Ook als die verzekeraar dat zelf niet gaat uitvoeren. En het voorstel van de verzekeraar, en die wordt er dan een beetje denk ik neergezet als soort objectieve derde. Dat is dan het startpunt voor de onderhandelingen tussen werkgever en werknemers. Nou, je kan je afvragen of die verzekeraar helemaal objectief is, maar het is in ieder geval misschien nog best een lastige positie voor zo'n verzekeraar. Wat in ieder geval ook lastig is, is hoe je omgaat met het compensatievraagstuk van wat optreedt bij beschikbare premieregelingen waar op dit moment voorzien is in een progressieve premie. Want die progressieve premie die is dus straks niet meer hanteerbaar. En dat betekent dat als we die mensen gaan overbrengen naar het nieuwe contract of naar de verbeterde premieregeling. Dan moeten ze met een vlakke premie gaan werken en dat betekent een degressieve pensioenopbouw. Zij lijden daardoor een nadeel en wie gaat dat nadeel compenseren? Nou, de verzekeraar zit er niet op te wachten, de werkgever waarschijnlijk ook niet. Maar de werknemer die ziet opeens zijn pensioenperspectief versoberen. Wat er nu voor is afgesproken is dat werknemers die nu al in zo'n premieregeling met progressievere premie zitten, dat die erin mogen blijven zitten. En de vraag is of dat nou helemaal werkt. Want de gedachte van dit akkoord is dat dan vervolgens nieuwe werknemers bij diezelfde werkgever in een andere regeling moeten gaan deelnemen. Dus dan krijg je twee regelingen naast elkaar. Dat is minder aantrekkelijk. En dat is ook een van de redenen waarom het Verbond van Verzekeraars hier spreekt over een weeffout. En wat zij verbond voorstelt is, ja, wij willen eigenlijk het liefst gewoon dat er per werkgever gewoon die hele progressieve premie, beschikbare premieregeling blijft gelden. Dus ook voor nieuwe toetreders. De vraag is of dat gaat gebeuren. Maar ook als dat gaat gebeuren, dan blijft het probleem spelen dat die werkgevers, als die van baan wisselen, alsnog geconfronteerd worden met het nadeel in pensioenopbouw waarvoor ze verder geen compensatie krijgen. En dus dat roept een beetje die VPL-problematiek op die we nu ook zien bij ontslag van deelnemers in specifieke sectoren. Dan nu, specifiek over het invaren, geef ik het woord weer aan Siebren. Ja, want dat was de afgelopen periode toch wel voer voor veel juridische discussie. En waar ging dat nou eigenlijk ook alweer over? Er werden een aantal risico's gesignaleerd. Namelijk, als we nu mensen met een zicht op een uitkering misschien dat zicht zouden ontnemen, zou dat dan een inbreuk geven op eigendomsrechten? Die vraag is uitvoerig aan de voorkant aan de orde geweest. En de vraag is of daar misschien niet of het überhaupt zo is. En als het zo is, wat daar dan misschien nog bij geboden moet worden als die inbreuk gemaakt zou worden. Dat hing samen met Europese
regelgevingen. Het eerste protocol bij het EVRM, het artikel 17 van het EG-handvest, EU-handvest van de grondrechten. Dan was er nog een nationale kwestie, namelijk het wijzigingsverbod voor opgebouwde rechten en aanspraken in artikel 20 van de pensioenwet. Wijzigen van opgebouwde aanspraken mag, maar in een heel beperkt aantal gevallen maar. Hè, van de individuele waardeoverdracht, het geval van collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever, maar met bezwaarrecht van individuele deelnemers, of in het geval van kort. Nou, hoe paste dan dat invaren in die systematiek? En misschien nog wel wat we hier dan genoemd hebben, de hete aardappel. Wie maakt nou wanneer welke keuzes? Er is net al veel over gezegd, maar het kan natuurlijk heel aantrekkelijk zijn om die keuzes niet te hoeven maken, om er ook niet op aangesproken hoeven te worden. Dus dat of ook niet fout te doen. Dat is, was nog even een grote vraag. Dan is natuurlijk de vraag van gaan we dat invaren, dat wijzigen, gaat dat collectief gebeuren? Of moet dat individueel? Of zitten daar individuele goedkeuringsrechten, bezwaarrechten, mogelijkheden bij? Wordt er onderscheid gemaakt in de nieuwe regelingen? Wordt er onderscheid gemaakt, misschien ook wel naar geslacht, naar leeftijd, bij de compensatie die geboden wordt? Nou, hoe ga je daarmee om? En vooral ook, hoe voorkom je eindeloze procedures over deze kwesties? Er is gedacht over een oplossing. En de contouren van die oplossing die zitten enigszins in die hoofdlijnen notitie. En misschien is eigenlijk wel het belangrijkste deel van die oplossing dat er nagedacht is over van wat is nou eigenlijk de waarde van die individuele of van wat is nu de waarde van de aanspraken nu en hoe kunnen we die vertalen naar aanspraken straks of in ieder geval individueel geadministreerd vermogen straks in dat nieuwe pensioencontract. Daarvoor presenteert de hoofdlijnennotitie twee type methodes en de zogenaamde VBA, value-based ALM. Voor de mensen die vanochtend de pensioenpro erop nageslagen hebben, die horen zeggen dat zelfs actuarissen dit bijzonder ingewikkeld vinden. Als ik het goed begrijp, zouden er circa 10 zijn in Nederland die dit echt begrijpen. Althans, een heleboel anderen er goed op moeten gaan studeren. En de andere optie is de standaardmethode. Die is eind 2019 in een Netspar-paper naar voren gekomen. Dat zal dus ook ongetwijfeld wat nader uitgewerkt worden. De wetgeving waar ook voor gekozen kan worden. Met als nadeel, naar ik begrijp, want ik ben geen actuaris, dat die standaardmethode iets wat abstraheert van het individuele fonds. Dus de vraag is nu of die uitkomsten nou werkelijk aansluiten bij gewoon wat passend is voor een individueel fonds. Toch zal het fonds de keuze moeten maken, of zal er in ieder geval een keuze gemaakt moeten worden voor een van die twee waarderingsmethodes. En die keuze die moet ook onderbouwd en toegelicht worden. Dus dat betekent dat beide in feite, als ik de hoofdlijnennotitie goed begrijp, beoordeeld en doorgerekend moeten worden. Misschien niet doorgerekend, maar in ieder geval wel beoordeeld moeten worden om vervolgens te bepalen welke van die twee er genomen wordt voor het invaren, als basis voor het invaren. En dat kan uiteindelijk niet alleen het fondsbestuur zelf beslissen, want dit is iets dat ook voorgelegd moet worden aan of het verantwoordingsorgaan of het belanghebbende orgaan. En wat daar, het is misschien een eufemisme, maar hoe daarover gesproken wordt in de hoofdlijnennotitie is in termen van een versterkt collectief bezwaarrecht. En volgens mij gebeuren hier twee dingen. Namelijk één, ik denk dat hier staat dat er dus geen individueel bezwaarrecht meer is. Hè? Dus dat dit dus niet onderworpen wordt aan nou ja, de mogelijkheid om eigenlijk in een individueel geval, zoals we dat nu kennen bij een artikel 83 pensioenwet waardeoverdracht, om te zeggen, nou, ik ga hier niet mee akkoord. Want hè, dan zou de consequentie zijn bij zo'n bezwaar dat voor dat individu de aanspraken achterblijven, dus de waarde daarvan niet wordt overgedragen. En dat is niet een route die men nu hierop zou willen, want alles moet door. Daarvan is dan afgezien. Het wordt dan een collectief bezwaarrecht en het is ook nog eens versterkt. Dus dat kijk mij dat niet zo gek veel anders kan zijn dan gewoon dat er een goedkeuringsbevoegdheid is voor het verantwoordingsorgaan of het belanghebbende orgaan ten aanzien van die waarderingsmethode, maar ook nog ten aanzien van een aantal andere zaken. Het besluit, de beleidsmatige keuzes die daarachter liggen voor het inwaren. En dat is hoe het gaat. Ja,
Het is een beetje de vraag of er ook wel alternatieven waren. Hè? Want individuele bezwaarrechten waren misschien wel denkbaar geweest. Maar dat had de machinerie misschien wel tot stilstand gebracht. Je zou kunnen denken aan misschien het regime dat er is bij portefeuilleoverdrachten, bij verzekeraars. Of misschien wel bij fusies van verzekeraars. Hè? Iets van gewoon op het moment dat er een substantiële deel is van de deelnemers. Pas als daar een bepaalde lat gehaald wordt, dan zouden die dan misschien dat bezwaar kunnen waarmaken. Maar ja, ook dan is weer eigenlijk even de vraag. Hoe praat je daarmee en wat is dan de gevolgen van het bezwaar? Daar is eigenlijk wel een hele aardige oplossing voor gevonden. Er is zoiets, of er komt zoiets straks, als de zogenaamde transitiecommissie. En de transitiecommissie is niet veel meer of minder dan een geschillenbeslechter voor een heel specifiek type geschil. Namelijk geschillen rondom dit invaren. En daar lijkt, en er wordt ook, begrijp ik uit de hoofdlijnen notitie, straks iets van bemiddeling gedaan. Maar het is ook echt een geschillenbeslechter als men er niet uitkomt. Die toets vervolgens wel redelijk marginaal. Dus dat betekent dat er niet ten volle de rekensommen, lijkt het, wordt overgedaan door de transitiecommissie. Maar of het een begrijpelijke beslissing is die het fonds heeft genomen. En of er misschien om begrijpelijke reden geen goedkeuring wordt verleend of wel goedkeuring wordt verleend, maar ik zou denken geen goedkeuring wordt geleend door het verlanghebbende orgaan of het verantwoordingsorgaan. Slechts bij conflict zou je denken, kom je daar? Ja, dat roept ook weer allerlei interessante vragen op. Hè? Want voor wie is nou die beslissing bindend? Is dat eigenlijk alleen als gewoon organen binnen een fonds er onderling niet uitkomen? Of is dit ook bindend voor, nou ja, andere betrokkenen? Het zou goed denkbaar zijn. Wat gebeurt er als gewoon een bepaalde uitvoerder gewoon helemaal niet in beweging komt? Kortom, er worden geen besluiten genomen. Het pad, de timing wordt niet gehaald. Is dan de transitiecommissie degene die hier misschien eigenlijk de zaak kan overnemen of wil gaan overnemen? Of zitten daar andere handhavingsinstrumenten in om voort te duwen? Nou goed, voor ons juristen gaat dit wat mij betreft een van de interessante punten zijn om te zien hoe ook dat uitgewerkt gaat worden. Dan wil ik nog iets zeggen over compensatie. Helemaal aan het begin zei ik al van dat een van de componenten voor de stap naar dit nieuwe contract is ook iets van adequate compensatie. Ik laat het even daar, zeg maar, waar gewoon nou die vraag vandaan komt, hè, dat er gecompenseerd moet gaan worden. Maar uiteindelijk is het een van de onderdelen. En wanneer moet dat? Nou, als er nadeel is. De vraag is natuurlijk, wat is nadeel? En vervolgens is de maatstaf voor die compensatie dat die adequaat moet zijn. Wat is adequaat? En hij moet kostenneutraal zijn. Kostenneutraal nou precies. Het geeft in ieder geval aan dat als er straks misschien toch geprocedeerd wordt over de vraag of er afdoende gecompenseerd is, dit, als je de hoofdlijnennotitie mag geloven, eigenlijk de maatstaven zijn waar een rechter straks naar kijkt voor het vormen van deze beoordeling. En misschien ligt daar eigenlijk gewoon het initiatief wel met name bij de uitvoering, bij het definiëren daarvan. Maar we zullen het zien. Ja, nou die compensatie, het roept wat mij betreft denk ik nog veel vragen op. Het moet maatwerk zijn, wordt er gezegd, op regelingsniveau of op uitvoerdersniveau. Het is wel zo, begrijp ik uit de hoofdlijnnotitie, dat er gecompenseerd wordt bij een werkgever. Dus wisselt een werknemer naar een andere werkgever, dan geniet hij niet meer bij de compensatiemethodiek daar. Maar stapt hij eigenlijk in bij de compensatiemethodiek, wij zijn nieuwe werkgever, voor zover er daar een is. Dus dat is ook een interessante stap. Het is dus geen persoonsgebonden compensatie, maar eigenlijk regeling of werkgevergebonden compensatie. De werkgever compenseert. Ons vermogen mag misschien ook uitgecompenseerd worden, hoeft niet. En vooraf moet er transparantie geboden worden. Wat zoveel betekent, er wordt nu uitgerekend voor het individu wat zijn verwachte toekomstige uitkering zou zijn, zodat hij straks kan beoordelen of wat hij krijgt onder het nieuwe contract, de verwachtingen die daar zijn, plus de compensatie die hem wordt aangeboden, wat hij daarvan vindt. En kortom, of dat dan weer aansluit bij wat adequaat en kostenneutraal is. Nou, het is niet een eenmalige compensatie, tot 2036 maximaal mag dit lopen. Een van de juridische hangijzers, die heb ik nog net niet benoemd. En dat is eigenlijk gewoon het behoud van de verplichtstelling ten opzichte van misschien wel het afschaffen van de doorsneepremie. En dat is best een interessant spanningsveld. Zei het dat we het daar wel kort over gaan hebben. Want even allereerst die doorsneepremie, die wordt afgeschaft, wordt wel gezegd.
dat is niet helemaal wat er gebeurt, want die standaardpremie, die blijft. Juist zoals we dat kennen bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, ook straks in het nieuwe contract en in verbeterde premieregeling, betalen mensen allemaal dezelfde premiepercentage. Wat er wel gebeurt, is dat de feitelijke standaardopbouw vervangen wordt door degressieve opbouw. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dus naarmate je ouder wordt, bouw je minder op. Is dat dan een vorm van verboden leeftijdsonderscheid? Daar heeft de Raad van State in 2017 naar gekeken. En die zei toen, ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je het vormgeeft. Als het objectief rechtvaardigt, als je het objectief kan rechtvaardigen, dan is het ook geen verboden leeftijdsonderscheid. Nou, nu is er al wat meer duidelijk. En nu stelt de regering zelf in die hoofdlijnennotitie, dit onderscheid, wat er dan straks gaat komen, dat is naar alle waarschijnlijkheid objectief rechtvaardigbaar. De onderliggende motivering, die ontbreekt overigens. Een ander heet hangijzer is of de verplichtstelling nog wel houdbaar is. Want je zou kunnen zeggen, die doorsneepremie, dat was een van de solidariteitskenmerken. En die solidariteitskenmerken, die maakten nou juist dat die verplichtstelling weliswaar in strijd was met het mededingingsrecht, maar toch dat die inbreuk geoorloofd was. Daarover heeft het kabinet onderzoek naar laten doen. Daar heeft de Vrije Universiteit, en precies zijn minister Lutjens, heeft daarover gezegd dat die verplichtstelling houdbaar is bij intergenerationele solidariteit. Of wanneer de verplichtstelling noodzakelijk is om risico's tegen aanvaardbare kosten afgedekt te houden. Ik stel dat vast dat Lutjens dat vindt. Ik stel denk ik ook vast dat als aan Hans van Meerten dezelfde vraag was voorgelegd, dat er waarschijnlijk een ander antwoord was gekomen. Wat in ieder geval nog niet separaat getoetst is, is of de inbreuk van de verplichtstelling ook geoorloofd is in het licht van het vrij verkeer, het Europees vrij verkeer van diensten. Daar wil ik het even voor nu bij laten. En dan brengt ons dat bij de vraag, hoe gaan wij verder? Ja, dit is het pad. Najaar 2020 start wetgevingsproces. De wetgeving van kracht 1 januari 2022. Nou, het voorgenomen besluiten, dus dat is het besluit waarop een bestuur vervolgens een advies of een goedkeuring of in ieder geval gebruik gaat maken van dat versterkte bezwaarrecht van het VO en het BO. Dat moet dan uiteindelijk leiden tot een daadwerkelijk besluit in januari 2024. Het zijn uiterste, mag ook eerder, als het maar na 1 januari 2022 is. En vervolgens begint het traject langs de Nederlandse Bank. Die wordt geïnformeerd. Dus even moeten kijken wat daar nog meer voor een instructiebevoegdheden misschien wel vanuit de toezichthouder bij komen. En uiteindelijk leidt dat dan tot een implementatieplan in juli 2024. Met als uiterste transitiemoment 2026. En dan is het gebeurd. Ja, dan is het gebeurd. Althans, dan nog 10 jaar compensatie. En dan zijn we er eigenlijk al. Ja. Nou is dit natuurlijk de oproep om kom door met die vragen. Dat heeft u gelukkig al gedaan, een aantal van u. Dus die gaan we even kort beantwoorden voor zover dat lukt. Dat betekent wel dat we af en toe voorover moeten buigen, omdat onze laptop een bijzonder klein schermpje heeft voor vragen. We hadden één vraag denk ik ook alvast op voorhand. Dat is misschien wel aardig. Dat is, er werd even de vraag gesteld van pak dit nou anders uit voor een ondernemingspensioenfonds dan bijvoorbeeld voor een bedrijfstakpensioenfonds. Nou, we hebben daar van tevoren nog eens gewoon even over nagedacht. En onze lijn is dat er een hele grote censuur zit tussen wat je nu eigenlijk kan bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen versus fondsen. Dat er detailverschillen zitten in de uitwerking, namelijk op kringniveau als het gaat om APF'en. Maar dat er in de kern genomen niet heel veel onderscheid zit in de uitwerking van hoe je dit voor OPF'en versus BPF'en doet. Misschien nog wel in het onderhandelingsdomein met sociale partners. Maar dat is dan meer het krachtenveld dan de juridische methodiek. Ja, geheel eens. Dan loop ik even door een aantal vragen die we hebben binnengekregen. Om te beginnen, gelden al die voorgeschreven plannen, dat transitieplan, implementatieplan, geldt dat alleen voor fondsen of ook voor verzekerde regelingen? Dat geldt ook voor verzekerde regelingen. Er staat expliciet in die hoofdlijnennotitie dat er vanuit wordt gegaan dat er bij verzekeraars gewerkt wordt met standaard documentatie.
ik zou me er nog iets bij kunnen voorstellen dat voor hele kleine werkgevers er wellicht een de minimis uitzondering komt of iets dergelijks. Maar daarop laat de hoofdlijnennotitie zich niet uit. Dan nog een vraag over het bezwaarrecht. En de vraag is dan van wat is er nou collectief aan het bezwaarrecht van een verantwoordingsorgaan? En wordt er bijgeschreven nog verenigingen van gepensioneerden. Hebben die nu een rol? Laat ik het zo zeggen, het collectieve aan het bezwaarrecht, ik denk dat het enige collectieve element eraan is dat het niet individueel is, omdat er namelijk, dus het is meer een soort eufemisme dat er geen bezwaarrecht is voor individuen. Ik denk dat het niet zozeer een soort eufemisme is. Ik denk dat daarmee eigenlijk gewoon het collectieve karakter, is meer tegenstelling ten opzichte van het individuele. En is er een rol voor verenigingen van gepensioneerden? Ja, niet expliciet. Dat wil niet zeggen dat je die rol niet op kan eisen als vereniging van gepensioneerden. Maar dat is in ieder geval niet in het institutionele kader zoals we dat nu zien. Een die al vooraf uitgestippeld is in het routeplan. Nee, het lijkt er een beetje op dat je dan als vereniging van gepensioneerden een standpunt zou moeten innemen dat je in redelijkheid niet tot deze wijze van invaren hebt kunnen komen. Transitiecommissie hebben we het er net al over. Wat daar natuurlijk heel aardig aan is. Er wordt gezegd van, dat resulteert in bindend advies. Maar voor bindend voor wie? En is dat dan bijvoorbeeld ook bindend voor zo'n vereniging van individuen? Nou goed, ik wou dat ik het wist. Maar dit is nog iets dat denk ik uitgewerkt wordt. Of gewoon niet uitgewerkt wordt en dan straks gaat blijken. Ja. Een andere vraag. Zou het een mogelijkheid zijn om het fonds te liquideren en een nieuw fonds op te richten en via artikel 84 collectief in te varen. Ik denk dat er de nodige discussie zeker met ons valt te voeren over de reikwijdte van artikel 84 van de pensioenwet. Maar ik denk wel dat we zover zouden moeten gaan dat in ieder geval het uitgangspunt van de wetgever destijds leek te zijn dat pensioenaanspraken en rechten niet, in ieder geval wezenlijk mochten wijzigen. En daarbij kan je je afvragen of dat mogelijk is en of redelijke wetstoepassing niet met zich zou moeten brengen, dat je toch wel wat zou mogen tweaken hier en daar. Maar ik denk dat deze vorm van invaren niet meer dit valt niet meer te scharen onder de noemer. We tweaken een beetje. Ik bedoel, dan ben je gewoon hele andere aanspraken aan het maken. Ik denk niet dat via 84 te realiseren is. Nee, het karakter van de regeling verschiet wel zodanig van kleur dat het complex. Het roept ook nog een beetje de vraag op waarvoor het nou precies een oplossing is. Hè? Want uiteindelijk zal je denk ik wel de waarderingsmethodiek en de vragen die daarbij komen kijken nog steeds moeten stellen. Ook bij, stel voor dat het al kan, bij zo'n 84 overdracht. Want het moet wel van A naar B en daar moeten de grootheden onderling bepaald worden. Vooropgesteld, het is niet iets dat expliciet geadresseerd wordt in het hoofdlijnakkoord. Ook trouwens de 83-route niet. Hè? Dus het is, de vraag is of het waardeoverdracht gaat zijn. Dat zou denk ik heel aannemelijk zijn. Het kan nog wel eens een bijzondere vorm van een eenmalige waardeoverdracht specifiek gecreëerd in het kader van de transitie. Ja. Hadden we er nog één? Ja, we hebben nog één vraag. En dat is, er is toch geen sprake meer van opbouw? Maar toedeling van rendementen. Wil jij eigenlijk? Dat hangt er vanaf wat je definieert als opbouw. We hebben niet meer vastomlijnde pensioenaanspraken. Dus die vastomlijndheid, die komt te vervallen. Maar je hebt natuurlijk nog wel een aanspraak. En die aanspraak op een kapitaal, een persoonlijk pensioenvermogen. En dat zou je kunnen zien als een vorm van opbouw. Maar dat is wel een veel onzekerder vorm van opbouw dan de opbouw die je nu gewend bent in een uitkeringsregeling met wel die vastomlijnde uitkeringen. De meest harde afspraak is de premie. En dat is denk ik, daar is het lastigst aan te tornen. De verwachte toekomstige uitkeringen, die worden periodiek getoetst, maar wel voor iets van een lange termijn vastgesteld. Dat creëert dus wel wat ruimte om eraan te doen, zeker. Maar hij is niet grensloos. Dus, Het is overigens wel zo inderdaad dat de toedeling van rendementen die vindt inderdaad wel plaats. Dus je kan een heel goed rendement hebben als pensioenfonds en dan nog kan je in een leeftijdsgroep of leeftijdscohort zitten wat een hele beperkte risicodraagkracht heeft en dus ook maar relatief weinig van dat positieve rendement ontvangen.
Ja, dan komt er nog de vraag, en ik vrees dat dat voor ons wel een technische gaat zijn. Namelijk gewoon, hoe gaat straks de nieuwe leenmogelijkheid precies werken? Nou, dit is een hele scherpe vraag, omdat die misschien ook adresseert wat er net niet in onze tabel staat met de verschillenregeling tussen de twee, tussen de verbeterde premieregelingen en het nieuwe pensioencontract. Want in het nieuwe pensioencontract zijn er dus mogelijke, het hoeft niet essentieel, maar is die leenmogelijkheid er wel? En in het individuele pensioen, of in de verbeterde premieregeling is die naar zijn aard er niet. De kern van die leenmogelijkheid zou er dan eigenlijk uit bestaan dat er eigenlijk rendementen toegedeeld zouden kunnen worden, als we het goed begrijpen, voor beleggingen die nog niet in het individueel geadministreerd vermogen zitten. Ja, dus eigenlijk wordt er op deelnemerniveau wordt er gewerkt met een fictieve lening waarbij die... En dat kan gunstig zijn voor die deelnemer om toch extra risico met geleend vermogen te nemen. En op die manier kan er een beter pensioenresultaat bereikt worden. Die leenrestrictie die vervalt dus in dat nieuwe akkoord, of sorry, nieuwe contract. Daar wordt dat mogelijk. Maar over wat die leenrestrictie en het vervallen daarvan verder precies en exact behelst en hoe dat gereguleerd wordt, daar zwijgt de hoofdleidernotitie volledig over. Dus het enige wat we moeten doen is, het staat in een tabel. Ja, dus we zouden het gewoon graag verder uitbenen, maar dit is niet iets wat bij ons weten nu gewoon in ieder geval niet in de publiek bekende stukken uitgewerkt is. Jorn, volgens mij zijn we er qua vragen en ook bijna qua tijd. Ja, we hebben nog 5 minuten over, dus mochten jullie nog vragen hebben, dan is nu een heel goed moment om dat alsnog in te dienen. En anders gaan wij zo zoetjes aan afscheid van u nemen. Ja, want dank. Dit was de eerste keer dat wij samen een webinar gaven via deze Van Doornen methode. Dus we vonden het leuk om het te doen. Volgende week doen we hem een beetje anders, maar nog een keer. Maar dan specifiek voor werkgevers. Want dit, u heeft het al gehoord, dit lag echt vrij technisch op het niveau van de uitvoerders, keuze die daar gemaakt worden, onderhandelingen die daar gemaakt worden. En iets minder en aan de afnemende kant de consequenties die daar zitten. Nou, dat is iets dat we volgende week dinsdag de draad nog eens even goed oppakken om daarop door te gaan. Ja, we missen u wel een beetje in die zin van het is leuker om denk ik met een publiek aan de andere kant te zitten in plaats van zo tegen een camera te praten, maar met plezier. En ongetwijfeld gaan we u de aankomende periode nog op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen op het gebied van het pensioenakkoord. En in dat kader wijzen we ook graag nog op onze website. En dan wordt mij nog de vraag gesteld, kunnen we de laatste vraag nog herhalen? Wij de laatste vraag ging over de leenrestrictie. Wij werken het een en ander uit op onze website. Dus presentaties sturen we nog toe. Dus wij stellen voor om dat op die manier te doen. En dan gaan wij op zoek naar de stopknop, zodat we het webinar kunnen afsluiten. Veel dank en tot de volgende keer. Fijn dat u keek. Dag.